Um, Oeh, wat een grote vraag. Uh, het is een... Um, ja, ik heb daar veel over nagedacht. Want, de, maar dat voor, mijn idee over wat ik geschreven heb verandert ook steeds. Ik denk dat dat vaak zo is. Um, het is um, voor mij... Bedoel je inhoudelijk of bedoel je... Je mag het helemaal op je eigen manier. Oké. Okay. <laughs> um, het is, een boek, het is een boek wat best wel dicht bij mezelf ligt, omdat het voor een deel gebaseerd is op uh, verhalen uit onze familie. Hoewel de hoofdpersoon echt, echt iemand anders is natuurlijk dan ik, die fouten worden nog wel vaak gemaakt. Um, dus het ligt dicht bij mezelf en het, het gaat over um, een paar hele grote vragen die ik eigenlijk wilde onderzoeken. Dus voor mij is het een boek, um, ja, een boek over vragen. En, um, en die vragen gaan eigenlijk over sterfelijkheid en eindigheid. Misschien is dit een goed moment om heel, eerst heel even iets over de inhoud te zeggen. Ja. En dan pakken we daarna die vragen op. Oh ja, sorry, ja dat is handig. Um, het boek gaat over een adellijke familie die uitsterft. En die bestaan al ongeveer duizend jaar. En het gaat eigenlijk over de laatste vrouw van die familie, een jonge vrouw. En die uh, als vrouw mag je de titel niet doorgeven. En die moet dus die hele familiegeschiedenis afsluiten. Want na haar komt niemand meer met die naam. Dus dan is het klaar. En um, dan gaat ze die geschiedenis afsluiten. Die geschiedenis ligt in Friesland. De familie komt uit Friesland. En dan uh, komt ze op het verhaal van um, haar overgrootmoeder. En um, daar blijkt een, iets heel raars te zijn gebeurd in die familie. En um, daar probeert ze erachter te, Dus de botten van die overgrootmoeder zijn verdwenen. En zij gaat op zoek eigenlijk naar die botten. En daar komt dan een veel verhaal uit. En... Eigenlijk zeg je, dit verhaal is bedoeld als een soort van vehikel om een aantal vragen te kunnen stellen. Ja, ja. Um, en welke vragen zijn dat? Nou, iets wat mij erg bezighoudt is um, afscheid en eindigheid. En ik denk, het zou kunnen omdat ik dan die hele familiegeschiedenis heb, dat je heel erg bewust bent van uh, dingen die voorbij gaan. En van de, eigenlijk de nietigheid van je eigen leven. Want ja, er zit duizend jaar voor je. Dus um, ja, je, hebt natuurlijk, je kan ook denken van oh ja, al die mensen hebben voortgepland om uiteindelijk mij te maken. <laughs> maar soms heb ik die gedachten ook. Maar ik ben heel vaak bezig met um, hoe de dingen ook weer doorgaan. En, en gewoon het voortdurend afscheid nemen. En het sterven en het, uh, de dingen die verdwijnen. En daar wilde ik eigenlijk graag gewoon lange tijd mee bezig zijn. En ik heb het boek eigenlijk geschreven zoals ik ook meestal met theatervoorstellingen maak: dat je begint met een vraag en dat je die vraag op zo, vanuit zoveel mogelijk perspectieven uh, probeert te benaderen. Okay. En de, heb je echt een concrete vraag in gedachten gehad? Nou, um, in dit ja, geval? Ja, waar ik een beetje op uitkom, en dat klinkt misschien heel flauw, maar is eigenlijk hoe je, hoe je, um, hoe je sterft en leeft tegelijk. Want dat is natuurlijk wat je doet als mens. Hè? Je uh, leeft, maar tegelijkertijd sterf je eigenlijk vanaf het moment dat je geboren wordt. Al door maar. Ja, de hele tijd. Dus je bent aan het... Uh... En ik ben me daar heel erg van bewust. Dus dat je ademt, terwijl je ademt, leef je en sterf je. En dat leven is iets waar we ons heel erg mee bezighouden. En waar we ons heel erg van bewust zijn. Dus je wil aanwezig zijn, je wil gezien worden. En um, dat is iets waar je voortdurend aan hangt. En dat sterven is natuurlijk wat ons angstig maakt, en waar je s'nachts soms wakker van schrikt, of uh, wat de paniek uh, teweeg brengt. En ik ben heel erg op zoek um, naar de, die balans tussen die twee. Dus wat blijft en wat voorbij gaat, en uh, hoe je omgaat met tijd. Maar is, is de vraag dan. Uh... Hoe kan je tijdens het leven het sterven verdragen? Of... Ja, eigenlijk wel. En wat voor plek geef je dat? Dus wat voor plek geef je al die dingen die voorbij zijn en al die dingen waar je voortdurend afscheid van moet nemen en uh, ook dat deel van jezelf wat weer voorbij gaat? En um, ja, hoe, hoe, uh, hoe ga je daarmee om? Zullen we even, eerst ook nog even kijken naar die familiegeschiedenis van ja. jou? Want dat, dat, jij komt zelf uit een familie die al duizend jaar. Een familie is echt ja 1700 ongeveer denk ik kan je er iets over ja. vertellen uh, nou dit is de familie van mijn vader niet de familie van mijn moeder um, en die komen uit uh, Friesland oorspronkelijk en um, ja dat is gewoon wat je hebt bij die oude adellijke familie is dat je vooral heel veel verhalen zijn het dus maar het ja, was een adellijke familie of het ja. is een adellijke familie ja dat is dat is als het was dan is het dat uh, daar kom je nooit van af dus, uh, maar dat, dat betekent natuurlijk feitelijk niet zo heel veel meer. Maar wel, um, doordat het die, die titel heeft en die geschiedenis, is het allemaal bewaard gebleven. En wordt dat ook doorverteld. En, want, en want iedereen zijn. is daar, ja precies, want iedereen is daar op een heel zorgvuldige, iedereen in die lijn is daar op een heel zorgvuldige manier mee omgegaan, kennelijk. Ja, ja maar dat was natuurlijk tot zo'n beetje de Tweede Wereldoorlog en zelfs iets daarna, de, deed je dat ook wel echt? Als je zo'n familie was, dan bewaarde je alles. Dan had je tijd om dingen op te schrijven. Om, uh, ja, dat, dan had je een groot huis wat er dus nog steeds staat, omdat het gewoon een groot huis was. Weet je wel? Dus dat, um, dat hoorde ook bij die manier van leven. Dat je dingen had die. Uh, je had antiek, zilver, dat soort dingen. En dat waren objecten die, die, die echt al die honderden jaren van generatie van, ja. op generatie werden doorgegeven. Ja, en daar zitten, aan die objecten zitten verhalen. Dus eigenlijk wat je krijgt dan is dat je dus, soort van, elke nieuwe generatie krijgt weer die hele meuk van een paar honderd jaar. Met dan... En overal zit een verhaal aan vast. En aan veel huizen zitten ook verhalen. Dus, um, en, maar die verhalen, wat ik net al zei, die maak je dan zo bewust van al die levens voor je. En wat er allemaal aan vooraf is gegaan en voorbij is gegaan voordat je kwam. Want. Hoe moet ik me dat voorstellen? Is daar dan ook aan gedocumenteerd? Eh, 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 zijn er dagboeken? Zijn er ja. briefwisselingen? Zijn er... Ja, maar dat is, voor zover ik weet, is dat niet allemaal op één plek. Dus dat het verschilt. We hebben dan in Kimswert, is een kerk waar een paar van begraven liggen. En dan we gaan, we zijn we een keer met de familiereunie daar geweest en dan gaan we met z'n allen die botten bekijken. Zo'n <laughs> Zo beetje in dat graf. Dat, daar is ook die hele grafkelder op gebaseerd uit mijn boek. Um, en dus daar liggen dingen en dan in verschillende musea en al die spullen. Wij zijn een hele grote familie, dus het is niet zo dat het, er is geen fortuin of zo. <laughs> helemaal niet zelfs. Maar je hebt... Er is een herinnering. Er is een herinnering en, en er, is er is zijn dus allemaal spullen. En die worden steeds weer verdeeld en die worden weer doorgegeven. En dan... In combinatie met de verhalen die worden doorgegeven. Ja. En, ja. en hoe gaat dat dan? Want ik vind het heel leuk om er daar een voorstelling van te maken. Hoe die, nou, de, want dat, Is het helemaal oral history? Uh, ja, veel wel. Sommige dingen, um, bijvoorbeeld, ik heb een zegelring gekregen en die is weer van een hele verre oud oom geweest. En die, um, die heette Frans Julius Johan en mijn oom heet Frans Julius Johan. En die eerste Frans, die had geen kinderen, of die had een zoon gehad, Frans Julius Johan, maar die was overleden. En toen las hij over mijn oom, Frans Julius Johan, in de krant en toen dacht hij, die moet mijn ring hebben, want die heeft dezelfde naam. Dus dat, dat, die namen die zo bij elkaar horen, dat is ook een. Een ding, want ja, dan herinnert de ene persoon herinnert aan de andere persoon. Dus eigenlijk hou je mensen zo ook in leven. En uh, toen heeft hij die opgestuurd naar mijn oom, maar mijn oom had al een ring. En toen heb ik die ring gekregen. Maar daar zat een heel verhaal aan vast, want die eerste Frans die heeft uh, na de Tweede Wereldoorlog een aanslag gepleegd op een NSB'er En daar zijn uh, drie mensen overleden bij een bomaanslag die hij had uh, beraamd. En, dus, en die heet dan Bommenneef in de familie, die man. Bommeneef. Bommeneef. En daar zit dus het verhaal van Bommeneef. En dat zit dus aan die ring vast. Dus ik draag die ring nu. En dan op een gegeven moment komt iets bij iemand als ik, die dan denkt, oh ik moet daar, want ik, mijn volgende boek gaat dan daarover. Over die Bommenneef Omdat ik wel wil dat sommige verhalen zijn gewoon uh, zo interessant, vind ik, dat ik ze wil opschrijven. Maar ging dat in jullie geschiedenis ook zo? Dat, er, dat, dat vader en moeder ging je zitten of vader? Want het is van vaders kant, waar vader ja. ging zitten en vertelde aan tafel of verhalen, nou, herinneringen. Mijn vader praat niet zo veel, dus dat, uh, <laughs> dat gebeurde niet echt. Maar wel... Of op familiebijeenkomsten wel? Ja, zeker. En, en wat gewoon heel vaak zo was, dat bijvoorbeeld, ik heb een paar schoenen uh, daar staan. En die zijn dan van uh, tante Tini. En die heeft zij dan gedragen. Ik heb haar nooit gekend, maar zij was in Marokko ergens rond 1900... En haar vader was haar ambassadeur en die had ze aan op een feest. En dan heb ik die schoenen gekregen van een tante. En, um, en dan krijg ik dat hele verhaal erbij. En dan krijg ik een fotootje van tante tini met die schoenen aan. En daardoor heb ik ineens een connectie met die tante tini. Terwijl die is eigenlijk heel ver um, dat was ja, die is heel ver familie. Maar je krijgt dus door die spullen krijg je zo mensen uh, naar je toegeschoven. Mensen die die spullen hebben aangeraakt. En ik vind dat heel interessant dat je dus eigenlijk via objecten zo. Um, ...verbonden bent met allemaal levens. Prachtig. Ja. Echt prachtig. Ja. Heel romantisch ook. Ja. Ja, dat uh, misschien wel. Ja, ja want, je, ja. want, want je, je praat er ook... Je, je hebt ook... Je grijst erbij. Uh, 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 een beetje ongemakkelijk af en toe. Je hebt het over meuk die je... Die, die, ja, die, die dat je, nou, is, nou, is eigenlijk jammer. Is, ja, je je klinkt alsof het niet alleen maar een genoegen is. Nou, kijk, dat, volgens mij heeft dat heel erg te maken, maar dat is wel heel eerlijk om voor de camera te zeggen. Maar ik heb eigenlijk sinds mijn boek uit merk ik dat er ook wel mensen zijn die daar heel erg negatief op reageren. Omdat dus die adel er kleeft toch nog wel wat aan. Van, um, uh, ja. Het was natuurlijk ook een klasse die, die zich wel schuldig heeft gemaakt aan uitbuiting, aan de, uh, machtsmisbruik. Zich verrijkt heeft. Ja, uh, ja. En, um, ja, ik merk dus, ik, heb gewoon, ik kwam gewoon mensen tegen op straat na dat boek. En ik was een paar keer op tv geweest, die zeiden van, oh, ik wist niet dat je van adel was. Oh, met zo'n hele, dat er een hele negatieve sfeer omheen hing of zo. En ik dacht eigenlijk dat dat voorbij zou zijn. Ik dacht, toen ik dat boek schreef, dacht ik, nou, dat is, volgens mij is het nu zo lang geleden dat mensen daar niet meer over gaan vallen. Maar dat blijkt dus toch een beetje anders. En daar schiet ik een beetje van in... Uh... Defensief, zeg maar. En was dat iets waar je niet op gerekend had of was dat iets waar je überhaupt niet over nagedacht had? Uh, waar ik niet op gerekend had. Want ik weet het van generaties voor mij en ik weet dat best wel veel mensen tegen mij hebben gezegd van je moet voorzichtig zijn en je moet, weet je wel, je, je kan het wel schrijven, maar je moet, je kan heel veel negatieve reacties krijgen. En ik dacht mensen redelijk, uit, uit jouw familie? Ja, ja, mijn omgeving of mensen die dan uit andere adellijke families, die, die zich daar ooit over hebben uitgesproken en dat best wel hebben teruggekregen. En ik had dat eigenlijk niet verwacht. Dus ik was daar wel verbaasd over. En dan merk ik dat ik toch een beetje terughoudend word. Uh, terwijl, ja, dat is zo lang geleden dat dat. Ik vind het wel gek dat dat nog speelt of zo. Of dat mensen nog die associatie hebben. Terwijl, en ik, ik denk dat jij, jij zelf ook heel slecht verantwoordelijk gehouden kunt worden. voor wat generaties voor jou eventueel misdaan hebben. Ja, en het zijn natuurlijk uh, complexe geschiedenissen. Dus het is niet zo. Zwart-wit, er zaten fantastische mensen in mijn familie en vreselijke mensen. Zoals in elke familie, denk ik. En je kan natuurlijk ook met een bepaalde positie juist weer heel veel goed doen. En het is gewoon allebei de kanten op gebeurd. Maar ik denk dat, dat misschien mensen toch nog denken dat je je beter voelt. Of um, dat je bevoorrecht bent zo. En dan doe ik heel erg mijn best om te laten merken dat dat niet zo is. <laughs> Merk ik aan mezelf. Ehm. Ja. Uh, um... Dat, 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 dat onderwerp adel komt ook aan de orde. In, hè, de betekenis van die, van die adeldom komt ook in jouw ja. boek aan de orde. Hè? En daar is. Uh, was dat ook je bedoeling? Want om, om om, om, we, we begonnen ons gesprek met: ik wilde mezelf een vraag stellen. Ja. Uh, uh, maar wil je ook kijken naar die rol van de adel? Nou, dat. Weet je, ik heb daar niet eens zo erg over nagedacht, maar het kwam heel erg natuurlijk omdat ik denk wel dat die geschiedenis van mijn familie, dat die heeft versterkt dat ik dat soort vragen heb. Dus voor mij hingen die heel erg samen met die geschiedenis. Oké, okay. want er is een personage dat echt ook uh, filosofeert over de, over de betekenis van adel. Ook ja. he, voor de samenleving, voor, 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 voor de tradities, voor de ontwikkeling. Ja. Uh, voor, voor het vormgeven van de, van de moderne tijd. Ja. Zijn dat kwesties die jou ook bezighouden? Nou, um, ik ben niet in het dagelijks leven zo heel veel bezig met... Uh, nee, met wat adel zou moeten zijn of niet. Uh, ik vond het leuk om in mijn boek een personage te hebben die daar wel iets over zei. Omdat het zo'n uh, wereld is die mensen eigenlijk niet kennen. En omdat het ook gaat over wat een elite betekent. En wat een elite nog zou moeten zijn. En ik vind de, dat film vond ik wel een interessant thema. Ja, en elite is dan. Nou ja, je hebt natuurlijk verschillende elites. Dus je, je, je culturele elite, ja, de intellectuele elite, of zo'n die oude elite die de adel uh, was of is. En die zou in jouw beleving een bepaalde rol moeten hebben in de samenleving. Zeg je dat? Nou, ik, ik denk niet dat dat zou moeten, want ik denk niet dat je een rol kan opeisen op basis van geboorte. Dat, uh, dat wordt een beetje gek. Maar het is natuurlijk wel zo dat er, dat er een tijd is geweest waarin die, heel, die, die elite heel erg aan de kant is gezet. En volgens mij zijn er toen wel dingen verloren gegaan die niet per se... Want dat, dat idee dat er zit heel veel conservatisme in die groep. En dat is, um, daar, daar is natuurlijk heel lang tegen aangeschopt. En volgens mij komen mensen daar nu wel op terug... Want sommige dingen conservatief zijn, betekent eigenlijk feitelijk gewoon dat je dingen wil behouden. Ja, maar een van de personages in jouw boek zegt: dat een, de, de traditie is een rem op de tijd of zoiets. Ja. In woorden van gelijke strekking. Ja. ja, en soms heb je die rem nodig. Ik Wat? Denk, Want? Nou ja, ik denk dat het, dat het niet erg is als, er, um, als niet iedereen keihard uh, zonder rem uh, overal inschiet. Ik denk dat het goed is als er een groep is. Die uh, wat terughoudender is en dingen. Ja. wat langer wil nadenken over dingen. of die geneigd is om dingen te behouden. Maar heb Omdat... je het dan over, over, over specifieke onderwerpen? Want het is vrij abstract, natuurlijk. Ja, ver... dit is abstract. Nou ja, kijk, als je bijvoorbeeld. Uh, um, onderwijs. Ik denk dat dat er. Maar ik, weet, kijk, ik, ik zeg dat nu, maar ik weet het niet. Ik weet er het fijne niet precies van. Dus ik vind het ook moeilijk om daar zo'n uitspraak over te doen. Maar ik denk dat er. In um, in de jaren 60 en 70 daar heel veel vernieuwing is geweest en dat er best wel veel dingen kapot zijn gemaakt en dat het onderwijs het was zeker niet zoals het moest zijn maar ze hadden wel iets kunnen behouden van een beetje dat degelijke uh, ouderwetse uh, stampen en zo en en wat je nu hebt gekregen is dat decennia lang steeds weer bleef vernieuwen en dat was het dan niet en dan kwam er tweede fase en dan kwam er weer ik heb ook vijf ja, verschillende school. ja allemaal verschillende systemen gehad. En dat is bijvoorbeeld iets wat ik best wel wat adellijke mensen, en dat, is dan, ja, dat zijn dan gewoon conservatieve mensen, heb horen zeggen: dat ze echt vinden dat daar iets kapot gemaakt is. Waar zij allemaal heel erg op tegen waren. Dat is wat je bedoelt als je zegt: er zijn ook een paar goede dingen verloren gegaan. Ja. Ja. Maar ik, het is wel. Ik, kijk, het is een beetje vergezocht denk ik, dit, om het hier zo over te hebben. Omdat ik. Ik weet niet of dat nou samenhangt met de adel, snap je? Er nee, zijn natuurlijk nee, meer conservatieve groepen. Ik bedoel, je hebt ook conservatieve christenen, je hebt conservatieve boeren. Um, en de adel is gewoon een van die groepen waar krachten. veel uh, conservatisme heerst. En dat is, uh, aan de ene kant moet dat opengebroken worden. En is het goed dat dat niet, uh, dat dat niet meer um, echt uh, de, de basis ah, is? Uh, het verschil met boeren is dat boeren geen elite vormen. Misschien mm -hmm. economisch, maar verder niet. Nee. Ja, maar de adel ook niet meer, heeft ook niet meer zoveel invloed, denk ik. Maar, um, ja. Nou, ja, ik, <laughs> ik weet niet. Ik weet, ik, ik, ik weet niet of ik hier iets heel stilsteekhoudends over kan zeggen. Nee. Oké, okay, okay, zullen we terug naar de weemoed dan? Of de, ja. of de sterfelijkheid? Of de, ja. want, want dat is, als ik je goed snap. Um, dan, 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 dan is het de, de traditie van het doorgeven van die, van die objecten van generatie op generatie waar herinneringen aan vastzitten, verhalen die worden doorgegeven, ja. die jou weemoedig maken, als ik het goed begrijp. Ja. ja. En die je, je kenmerk op de een of andere manier met je neus op je eigen sterfelijkheid drukken. Ja, ja omdat je weet, hey, dan draag je zo'n ring en dan, nou, die hebben al een aantal mensen gedragen en die mensen zijn er al niet meer. Dus dan weet je dat... Ja, je wordt je dan bewust van het feit dat jij op een gegeven moment ook voorbij gaat. En dat die ring blijft. Dat er dingen zijn die jou overleven. En je, je vindt het toch fijner om te denken dat jij de dingen overleeft. Maar feitelijk zal deze stoel waarschijnlijk langer bestaan dan ik. En ik denk dat je daar heel erg van bewust wordt als je uit zo'n traditie komt. Waar al die spullen... Weet je wel, ja, daar heeft tante Tini nog op gezeten. En daarvoor tante Hester. En daarvoor tante... En dat gaat maar door. Dus dat geeft een soort uh, gevoel van: oh ja, en nu zit ik erop. En dan daarna nog een heleboel andere mensen. Prettig of niet prettig? Um, ja, het heeft twee kanten. Het is prettig dat je dat je heel erg verankerd voelt. En dat je ergens bij hoort, om het even heel flauw te zeggen. Dat, dat is prettig. En, en het heeft wel, ik weet niet of dat in alle aardige families zo is. En, bij mijn moeders familie is dat ook heel erg zo. En dat is geen aardelijke familie. Maar zo'n sterke familieband is natuurlijk gewoon... Dat, dat brengt je heel veel. Heel veel uh, zekerheid of stabiliteit. En um, ja, die verhalen ben ik ook wel blij mee. Dus dat is er prettig aan. Onprettig is um, dat ik toch vaak het gevoel heb dat ik een beetje... Uh, ja, dat ik heel erg bij anderen hoor. Waardoor je wat minder je eigen ruimte misschien inneemt. Bij, de, bij een groep of bij een collectief? Of bij een. Ja, ik, ik heb heel erg dat idee dat je als mens hoor je bij een uh, bij heel veel andere mensen. Omdat ik misschien ook met dat idee ben opgegroeid of zo. Van dat je niet zo erg. Ik, ik heb altijd wel bewondering voor mensen die zo echt op zichzelf staan. Of je hebt mensen die uit hele kleine families komen of hele. Um, losse families, losse familieverbanden, die dan zo heel autonoom en heel... En dat, dat gevoel ken ik eigenlijk niet. <laughs> of ik denk wel dat mijn werk autonoom is, maar um, ik voel me altijd met zo'n duizend lijntjes verbonden. Gaat er een druk vanuit? Bedoel je dat te zeggen? Of, of, uh, uh, of, een, of een bepaalde verantwoordelijkheid die andere mensen misschien niet voelen? Nou... Of een controle? Um, misschien een beetje, um, een beetje druk. Maar dat, is natuurlijk, dat doe ik ook zelf, want dat laat ik toe. Maar het is al wat ik net zei, dat mensen zo naar elkaar vernoemd worden. Wat in heel veel andere families ook gebeurt. Um, dat, dat maakt dat je dus je heet naar iemand anders. Dus je naam is ook al een herhaling, zeg maar. En is niet zomaar alleen maar de jou, hoor. Ja, want... In het geval van Frans Julius Johan, daar zijn er, nou, zijn er echt heel veel van. En, en die hebben weer hun hele eigen lijn met elkaar. Dus dat, dat geeft wel een um, apart, soort, ja, apart soort bewustzijn van verbondenheid, denk ik. Maar niet alleen maar prettig dus, zeg je. Want ook voornamelijk, want ook een... voornamelijk prettig, want omdat het een soort warmte geeft. En maar soms wil je gewoon even zo op jezelf en niet uh, het gevoel hebben dat ja, nou ja, wat je hebt als je zo hecht bent. Ik vind het wel. Zelf, ik, 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 ik denk er nu gedurende twintig minuten over na. En ik heb ja. erover nagedacht toen ik je boek las. Ik vind het wel ook wel een aantrekkelijk idee. Ik, ik, ik weet iets van twee generaties. Ja, ik heb oppervlakkige ja. informatie over twee generaties voor me. De, de, ik heb één kastje geërfd, geloof ik. En that's it. Dus ja. het is ook wel. Uh, je, daar zou je ook over kunnen zeggen dat het ook buitengewoon kaal is en ook iets zegt over de vergankelijkheid dat iedereen zo snel vergeten is ja. voor jou. Ja. Voor mij in dit ja. geval dus, ja. bij jou niet. Nee. nee, dat is ook zo. En dat, uh, dat, dat geeft, wat ik net zei, dat geeft een soort zekerheid. of een soort, uh, Het geeft ook een soort belang hè, aan al die mensen die hebben geleefd. Dat ze er nog genoemd worden en dat ze nog uh, een betekenis hebben. Voor generaties daarna. En nu dan terug naar jouw vraag. Hè? De, 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 ik, par, ik probeer hem zo even te paraphraseren. En toen zei ik, uh, uh, hoe, hoe kan je leven met al door een beetje te sterven? Ja. Heb je een antwoord op die vraag gevonden? Door het schrijven? Nee, <laughs> niet echt. Uh, nee. Nee, volgens mij zit er geen. Vond jij dat er een antwoord in zat? Volgens mij niet. Nou ja, de, w, w, wat er opvalt in het boek is dat, uh, uh, dat de traditie voortleeft. Ja. Niet de personages leven voort, maar ja. de... Maar, maar het verhaal. De traditie, de, de legende. Ja. D, d, dat is eigenlijk wat eraan opvalt. Ja. Dus daar, dat is eigenlijk wat... Daar moest ik aan denken. Uh, dat is wat sommige schrijvers doen. Die proberen hun werk voort te leven. Of uh, uh, zoals Jeroen Brouwers... Mm -hmm. Onsterfelijk, naar, naar onsterfelijkheid te streven door ja. legendes te scheppen of te herscheppen. Ja. ja, want schrijven is natuurlijk ook op die manier is ook heel nadrukkelijk leven of zo aanwezig zijn. Je stempel drukken. Ja, dus dat verhaal laten bestaan. Dat is in zekere zin, is dan het, het bestaan van het boek is een soort antwoord, eigenlijk op die vraag. Maar dat gaat dan weer over leven en, en die vraag over hoe je sterft. Dat is een uh, tamelijk ingewikkelde vraag, denk ik. Leg ze uit. Ja. Nou, ja, het is moeilijk, want het wordt snel zo abstract hè? en zo uh, nou, uh, niet, moeilijk dan... te volgen. Nee. Maar waar, als we het dus net over dat leven en sterven, dan, dan is... En je vraagt, heb je een antwoord gevonden? Op eigenlijk was die vraag van, hoe sterf je terwijl je leeft? Dan, dan is het schrijven van een boek is natuurlijk weer dat leven benadrukken. Ik had misschien een antwoord gevonden als ik dat boek niet had geschreven. Of als ik het had geschreven en dan weer teruggetrokken of zo. En, en daar dan mee leren leven, zoiets. Want ik denk toch dat het, dat het schrijven van een boek geeft ook weer je onvermogen aan om te sterven. Want dat betekent dat je heel graag wil blijven en wil leven. En je stempel wil drukken en wil door blijven gaan. En waar je eigenlijk naar zoekt, als ik je goed begrijp, is de acceptatie van een... ja, je sterfelijkheid. Ja, ja, acceptatie van de sterfelijkheid, van het niet aanwezig zijn. Van het verdwijnen, van het afscheid nemen. Ja, dat hangt natuurlijk allemaal samen. Ja. En zijn het... Ja, ik val je de reden, sorry. Um, nee, nee, ga jij. Ja. Zijn dat vragen die jou onder invloed van je familie, familiegeschiedenis al lang bezighouden? Ook was je daar al vroeg in je leven mee in de weer? Ja, heel vroeg, ja. ja. Heb je een vroege herinnering eraan? Um, ja maar een hele pathetische herinnering dat ik bij mijn grootouders in de woonkamer zat en die hadden altijd klassieke muziek aan staan en daar ging ik dan zo overheen praten um, en dan praat ik over mezelf alsof ik er niet meer was dus uh, zij was altijd en ze was en dan ging ze over die muziek en dan zag ik helemaal voor me dat ik soort van uh, alsof ik mijn eigen grafredes uh, hield zeg maar en dan mee hoe oud toen was ik denk ik zeven of zo maar je was heel, 7, heel, heel vroeg schrijfster Ja, nou heel erg bezig met het idee dat ik zou gaan verdwijnen. En dat ik, uh, dat, ik, ja, dat ik sterfelijk was. Dus dat is wel altijd iets. Ik was ook verschrikkelijk melancholisch als kind. En ik kon, niet, um, ik kon ook dingen niet loslaten. Dus ik spaarde heel veel. Dat is nu wel echt voorbij, <laughs> gelukkig. Ik, had, ik heb een tijdje puntensluipsel gespaard en dan had ik een hele zak vol. En die mocht gewoon niet weg, want dat, dan was het weg en dan was het verdwenen. Dus ik wilde heel erg vasthouden aan de dingen. En, en zou jij zelf ook een beetje verdwijnen dan als die puntslijpers zouden verdwijnen? Ja, dat denk ik wel dat dat daarmee te maken had, dat gevoel. Ja, ja een soort verzameldrang. Uh, ja. Maar hoort dat bij jou of hoort dat bij jou en die familiegeschiedenis? Dat is moeilijk te zeggen natuurlijk. Want dat, uh, dat weet je nooit, dat kan je niet meer heb ontrafelen. Je, heb je vast over nagedacht? Ik heb, uh, ja... Het zal wel, het heeft met nog meer dingen te maken, denk ik. Um, maar dat zijn weer andere verhalen. Maar het heeft ook wel te maken met dat bewustzijn van zo'n ver verleden. Ja. ja. Is er, um, wat je, je, je schrijft, je doet journalistiek werk, je, doet, uh, je maakt theater. Ja. Uh, komt, komen al die. Al die manieren van op de voorgrond treden of, je, of, of naar buiten treden, moet ik zeggen, voort uit hetzelfde. Um, nou, het zijn, niet allemaal, het zijn niet steeds dezelfde vragen die ik stel. Ik denk wel dat ik, wat ik net zei, dat ik mijn boek ook wel een beetje op de manier heb geschreven zoals ik um, mijn voorstellingen maak. En, want ik ga ook in mijn voorstellingen niet zo heel erg in op de psychologie. Ik, maak, ik schrijf geen personages eigenlijk ik ben meestal sta ik alleen op het podium of met iemand en ik vertel een verhaal en ik duik soms even in iemands leven of ik zeg even een tekst van iemand maar en dan ben ik weer mezelf dus het is een soort um, um, wat volgens mij ook niet zo erg in mijn boek zit is die hele psychologische ik heb niet zo iemand helemaal ontrafeld of zo dat doe ik ook nooit in mijn toneelwerk terwijl dat kan natuurlijk wel als je theater schrijft of maakt Um, maar het schrijven is, een, is, is zeg je, is, is, uh, um, is een, als ik je goed begrijp, uh, een poging om niet te sterven. Ja. En theater? Nou, theater heeft meer te maken met delen voor mij. En dat mis ik heel erg nu met mijn boek. Want ik zei net al dat ik zo de behoefte heb om iedereen, bij iedereen aan te bellen die het heeft en te zeggen van geef maar weer terug. Of ik wil er gewoon naast zitten als je het leest. Want ik vind het zo vervelend dat, dat je dat weggeeft en dat je niet samen die ervaring hebt van dat verhaal. En dat het dan dus helemaal verkeerd gegeven kan worden, of niet, maar dat hoor je allemaal pas later. En in theater, dat is zo prettig, dat gaat heel erg over aanwezig zijn op dat moment met elkaar. En daar kun je ook de beleving voelen, bedoel je? Ja, totaal. Ja. En misschien ook wel beïnvloeden. Ja, ook. ook. Ja. En dan weet je gewoon of het slecht is gegaan of niet. En ik ben nog heel erg aan het zoeken naar dat verschil precies tussen een roman en het theater. Maar het heeft wel te maken met uh, ja, die fysieke aanwezigheid. En dat is in theater is het zo prettig dat je gewoon... Je staat vijf kwartier of anderhalf uur. En het enige wat, wat er toe doet is dat jij daar staat op dat moment. En dat je aanwezig bent. Want als je echt aanwezig bent, dan lukt het gewoon. Dan, dan gaat het goed. Dus het is een voortdurende oefening in aanwezig zijn. En... Um, en als je er bent, dan zijn de mensen er bijna altijd ook. En dan ben je dus met z'n allen daar. En dat is eigenlijk heel bijzonder. En dan ga je heel vaak, dat realiseer je helemaal niet. Maar je, je, er zijn niet zoveel momenten dat je met een heleboel mensen tegelijk er bent. Op de plek waar je bent. En als je die ervaring hebt, en dat lukt gewoon best wel vaak. Dan, um, dan deel je iets bijzonders. En, uh, en dat heb je niet met een boek. Waar ik aan moet denken als ik hier over het boek wil praten, is dat het je achteraf... Uh, op een bepaalde manier misschien wel een beetje eenzaam gemaakt. Ja, <laughs> heel. Maar dat, kan, dat is misschien ook de fase nu, hè? Want ik kan me voorstellen dat dat verandert en het zal ook steeds weer iets anders gaan betekenen aan de hand van wat ik erna doe, weet je wel. Als ik dan over een paar jaar misschien een paar boeken heb geschreven, betekent dit boek ook weer iets anders. Maar nu word ik er eenzaam van dat ik het heb geschreven. En, uh... Omdat je verkeerd begrepen bent voor je gevoel. Nou, omdat die mogelijkheid er is en ik er niet kan zijn, uh, om dat recht te zetten. <laughs> maar het klinkt een beetje gek voor een schrijver, misschien. Ja, ja, je begrijp wat... je wat ik bedoel? Ja, ik begrijp je gewoon ook heel goed. Uh, ja. uh, je kunt een tweede boek schrijven. Ja. Ja. Uh. ja. Maar dat is, het, dat is het. enige wat je kan doen. En in theater kan je dus per avond veranderen. Weet je wel? Je ziet het dat het publiek uh, weet ik veel, niet ergens in de scène die meegaat en dan kort je hem in. Want ik maak mijn eigen dingen. Ik schrijf mijn eigen teksten. Dus ik kan alles naar mijn eigen hand zetten. En, um, of je geeft wat meer gas of je laat meer stiltes vallen. Jij bent iemand die voor, voor een online levend boek dat nooit af is? Ja, misschien wel. Ja, ja. Waar je iedere dag in ingrijpt. Ja, ja. Maar het is ook, kijk, dat is ook omdat, denk ik, zo'n roman. Uh, met mijn gedichten had ik het minder. Misschien ook omdat dit boek meer gezien wordt... dus je krijgt ook meer reacties. En dan, dan um, Want die, die, je... die poëziebundels verschijnen gewoon ook in druk. Ja. Er ja, ja. zijn er meer, hè? Of nee, één. Er is er één, één? Is er één? één. ja. Er ja. komt er nog geen. Ja, nee, dat is waar. Maar ik denk dat het daar... Daar was het wat meer in de lute of zo. Nu dit boek is dan... Ja, veel, veel aandacht gekregen. Dus volgens mij is dat wat eenzaam maakt... Ja, dat is wel gek eigenlijk. Dat het los het is los van mij. Het is losgekoppeld. En dat is met theater gewoon niet zo. Daar draag je het eten mee, want je bent het.